pauze, resté à la maison. Maar wat voorlopig echt nog niet kan en ook niet mag, zijn groepjes mensen dicht op elkaar. Kleine theater. Daarom vind ik het zo heerlijk om één keer in de week hier in Amsterdam in mijn Malcolm naar zo'n klein pittoresk literair café te gaan. Om daar te praten met ontwikkelde mensen. Mensen met gevoel voor stijl. Mensen die godverdomme nog eens een boek gelezen hebben. En dan zit ik in het literaire café en ik luister naar de prachtige Franse chansons van Jacques Brel en Edith Piaf. En ik filosofeer wat met iemand naast me over allerlei onderwerpen. Over dit en over dat en over zus en over zo. En over dit en over dat en over zus en over zo. En we drinken een pilsje. En ach kom, ik neem er nog een. De avondzon valt over straten en pleinen. De gouden zon zakt in de stad. En mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knipoogt langs ramen, het mot regent zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek uit een deur die nog wijd open staat.
klein Thierry. Ze gaan uit omdat er thuis niets werd. De nuttelozen van de nacht. People held was that your price is cheap. Your price is cheap. Price is cheap. The house with the red light on and fancy decor. You built your new life hastily, so now I find you poor. I find you poor. Find you poor. The sheriff found you out. There's guaranteed no doubt. You ain't coming back. Black. Black, black, see him to keep your life.